bekend is dat y is ax plus b een rechte lijn is. En waar het deze video over gaat, is dat ax plus by is c ook een rechte lijn is. Nou, een voorbeeld. Stel, ik heb deze formule. 7x min 2y is 27. Wat belangrijk is, is dat je exact deze vorm hebt. Dat wil zeggen, de a, de b en de c, dat mogen gewoon allemaal willekeurige getallen zijn, ook negatieve getallen zijn. Maar dan moet staan keer x en keer y. Dus niet x kwadraat en niet y tot de macht 3. En ook niet alleen een x of alleen een y. Het moet wel precies deze vorm zijn. En dan kan ik hem gaan omschrijven naar de vorm die we al, waarvan we al wisten dat het een rechte lijn was. En dat betekent dat ik hier de y ga vrijmaken. Nou, dan laat ik die min 2y links staan. En die 7x, die haal ik links weg. Maar dan moet ik rechts er ook 7x vanaf halen. En vervolgens kan ik zeggen, ik doe links en rechts alles door min 2 delen. Nou, als ik aan deze kant alles door min 2 deel, dus ik ga delen door min 2, dan houd ik alleen maar de y over. Aan de rechterkant door min 2 delen, wil zeggen dat ik allebei de termen door min 2 moet delen. Nou, min 7x gedeeld door min 2. Nou, dan kan ik eigenlijk de x uit die breuk halen. Ik zal het hier even apart opschrijven. Stel je hebt dit, min 7x gedeeld door min 2. Daarvan kan ik maken min 7 keer x, want dat staat er eigenlijk. En ik kan ervan maken min 2 keer 1. Dus dit wordt min 7 gedeeld door min 2 keer x gedeeld door 1. Nou, min 7 gedeeld door min 2, dat is 3,5. En x gedeeld door 1, dat is x. Dus zo kom ik hier uit op 3,5x. En die plus 27 gedeeld door min 2, dat is min 13,5. En je ziet dat ik hem nu terug heb geschreven naar de vorm die we al wisten. De richtingscoëfficiënt die is dus 3,5. En de y-coördinaat van het snijpen met de y, als oftewel de plus b, is gelijk aan min 13,5. Nou, dit kun je ook in het algemeen doen. Als ik dit in het algemeen doe, dan krijg je ax plus by is c. Als ik die vorm heb, dan kan ik altijd zeggen, die term ax, die haal ik links weg en die haal ik rechts ook weg. En vervolgens deel ik alles door b. Nou, dan krijg je min a gedeeld door b keer x plus c gedeeld door b. En a en b zijn gewoon getallen, dus als ik dat uitreken, vormt dit altijd mijn richtingscoëfficiënt en dit altijd de y-coördinaat van het snijpunt met de y-as. Dus dat kan altijd. Dan een voorbeeld. Stel je hebt l dubbele punt 2x min 5y is gelijk aan 8. Even nagaan, je hebt keer x en keer y, voor de rest alleen maar losse getallen. Het staat dus precies in de vorm die we in deze video bespreken. Dus dit is ook een rechte lijn. Nou, bij a, we moeten gaan onderzoeken of het punt 14,4 op l ligt. Dus 14,4 ligt dat wel of niet op lijn l. Dan kan ik het soortgelijk doen als dat ik dat normaal doe. Ik ga nu de x vervangen door 14 en de y vervangen door 4. Nou, wat geeft dat? 2 keer 14 min 5 keer 4. En waar is dat gelijk aan? Nou, 28 min 20, dat is gelijk aan 8. En dat is ook waar ik op uit moet komen. Dus dit klopt. Dus dit ligt wel op de lijn. En wat als ik bijvoorbeeld punt 15,3 pak? Ligt dat erop? Nou, dan krijg je 2 keer 15 min 5 keer 3. Nou, als ik dat uitreken, dat is 30 min 15, dat is 15. En dat is niet gelijk aan 8. Dus dat ligt niet op de lijn. Dus zo kun je bij deze formulevorm controleren of een punt wel of niet op die lijn ligt. Nou, dan gaan we ook nog lijn L tekenen. Nou, dan kun je dat als volgt doen. Je kunt hier tekenen x en y. En het slimste wat je kunt doen is proberen twee roosterpunten te vinden. Nou, dan kun je op een kladblaadje eventueel het volgende doen. Stel je hebt een kladblaadje. Dan kun je bijvoorbeeld zeggen, stel je pakt x is 0. Nou, wat krijg je dan? Ik zal dit teken even wat netter opschrijven. Dan krijg je 2 keer 0 min 5 keer y is gelijk aan 8. Nou, wat houd ik dan over? Min 5y is 8.
En dan moet ik links en rechts door min 5 delen. En dan krijg je min 8 gedeeld door 5. Oftewel min 1 3 vijfde. Ja, dit is niet echt een mooi roosterpunt. Je mag dit dus wel gebruiken. Maar ja, we gaan nog even wat verder op zoek. Ja, kan ik een bepaalde waarde kiezen waarvoor dit mooi uitkomt? En dan denk ik zelf altijd als volgt. Nou, hier staat eigenlijk altijd een 8. Ja, dus als ik voor x een bepaalde waarde kies, ja, dan betekent dat ik eigenlijk of 2 hiervan afhaal of 2 erbij optel. Ja, dat betekent dat het natuurlijk wel heel erg handig is als ik ervoor zorg dat hier een 10 staat. En hoe kan ik daarvoor zorgen? Nou, dan ga ik even terugpuzzelen. Hoe kan ik er nou voor zorgen dat ik dit erbij optel? Ja, dat betekent dat ik hier eigenlijk min 2 moet krijgen. En dat betekent dat ik hier min 1 kies. Ja, want dan krijg ik hier 2 keer min 1. Ja, dus dit is een min 1. En dan zie je dat je naar de volgende stap toe gaat. 2 keer min 1, dat is min 2. Die moet ik aan beide kanten erbij optellen. Dan wordt dit 10. En 10 is mooi deelbaar door min 5. Want daar komt min 2 uit. En zo probeer ik zelf altijd een beetje te puzzelen. Dus dan zie je dat je bij x is min 1 uitkomt op y is min 2. En dan heb ik een mooi roosterpunt. Nou, wat is nog een mooi roosterpunt? Nou, je kunt ook het andersom proberen, want ik probeer eigenlijk ook altijd de optie, wat als ik nou de andere variabele gelijk stel aan 0? Nou, dan krijg je 2x min 5 keer 0 is gelijk aan 8. Nou, min 5 keer 0, dat is gewoon weer gelijk aan 0. Nou, je krijgt 2x is 8, links en rechts door 2 delen en dat geeft 4. Dus je ziet dat je dan ook mooi uitkomt. En dan heb je 2 mooie roosterpunten te pakken. Nou, dan kan ik daar een tekening van maken. Zorg dat je dat met potlood en geodriehoek doet. Ik probeer het hier zo netjes mogelijk te tekenen. Je hebt hier de x, hier de y-as, dan hebben we hier de oorsprong. Nou, in de x-richting ga ik 4 stappen naar rechts. Dus 1, 2, 3, 4. Dan hou ik hier hetzelfde aan. 1, 2, 3, 4. En even denken, dan doe ik hier ook dezelfde volgorde. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Als er teken staat, dan betekent het dat je overal de cijfers bij moet schrijven, zoals ik hier aan het doen ben. Dat is het verschil tussen teken en schets. Bij een schets hoeft dat niet. Dan hoef je niet per se overal min 1, min 2, min 3 en min 4 bij te zetten. Bij tekenen moet dat wel. Nou, dan teken ik de roosterpunten min 1, min 2. Nou, dat zal ongeveer hier liggen. Het minnetje is weggevallen, dus ik zal het hier eventjes zo erbij zetten. En dan krijg je ook nog 4,0. En daar teken je dan zo netjes mogelijk de lijn doorheen. Ik zou persoonlijk altijd aanhouden dat als het stelsel loopt, dat loopt ongeveer tot hier. Dus ik zou vanaf hier, zou ik dan de lijn tekenen en hier houdt het op. Dus teken dan netjes met de geodriehoek de lijn op deze manier er doorheen. Zet er vervolgens ook bij wat de naam van die lijn is. Dat kan je ook een punt kosten als je dat vergeet. Dus zet er altijd bij L of de formule. Dus niet vergeten, want dat is zonde als je daar een punt laat liggen. Nou, de laatste vraag. Wat is de richtingscoëfficiënt van L? Nou, in deze formulevorm moet je niet denken dat de factor voor de x de richtingscoëfficiënt is. Dan moet ik hem eerst gaan omschrijven. Nou, als ik dat doe, dan krijg je min 5i is min 2x plus 8... Ik ga dus weer de y vrijmaken en dan krijg je min 2 gedeeld door min 5. Dat is 2 vijfde. De x mag je gewoon erachter plakken. En 8 gedeeld door min 5, dat is min 1, 3 vijfde. Dus de richtingscoëfficiënt van L is gelijk aan 2 vijfde. Dan moet je hem dus altijd voor omschrijven. Nou, hopelijk vond je dit een goede video. Abonneer je dan op mijn kanaal. Dan blijf je altijd op de hoogte van de laatste video's.